Goedemorgen. Ik ben onderweg naar Bob Monté. Hij is de producent van de nieuwe Bobs, de Blue Orange Boda's. Hij zal er alles over vertellen. Mijn naam is Bob Hulté. Ik ben 20 jaar ondernemer. Ik heb in mijn ondernemerschap heel veel mogen reizen. Daarmee heb ik ook alle mooie kanten en de minder mooie kanten van de wereld mogen zien. 20 jaar geleden kwamen we al in China en in India en op alle plekken waar zeg maar, productie gedraaid werd. Afgelopen paar jaar hebben we gezien dat een van de allergrootste vervuilers daar waren altijd de brommers, de tuk-tuks, de motortjes. Iedereen kent het. Het zijn de taxis die je van de links naar rechts in zo'n grote stad brengen. Nou, die dingen brengen ongelooflijk veel vervuiling met zich mee. Nu zien we eigenlijk dat in Afrika, door de welvaart die we brengen en de charity die daar veel al doen, dat er ook behoefte komt aan logistiek. Dan zie je op hetzelfde moment dat het aantal brommers daar omhoog gaat. Ernstig vervuilend voor het milieu, terwijl dat eigenlijk niet meer nodig is. Ik heb met mijn bedrijf in Hongkong, Greenbike, zijn wij in contact geraakt met een aantal producenten die zover zijn gegaan dat wij de beroemde Suzuki MB100, dat is de meest gebruikte motorfiets in Afrika, elektrisch hebben kunnen produceren. En die motor is nu klaar. En wij willen deze gaan inzetten als taxibedrijf. Daarbij bieden wij ook de mogelijkheid om de accu's te laden met zonnepanelen. Waarbij we dus eigenlijk en het milieu ten dienste zijn en de lokale bevolking aan werkgelegenheid helpen. Maar ook op een milieuvriendelijke wijze dit doen. En ik denk dat dat een noviteit is in de wereld op dit moment.